René, ja, het is zover vanavond. De dirigenten die zijn aanwezig voor de beste dirigent van Delenswaard. Het is hartstikke spannend, Alfred. Er zijn er alle vijf. En we hebben een zeer gemailleerd gezelschap. We hebben twee leerkrachten van een school, de Zevenlinden en het Vechtouwcollege. En we hebben Jan de Vries, prominente Delenswaarder. We hebben Thijs Hermans en natuurlijk dominee van Karsten van Staveren. Dat is toch helemaal geweldig. Hè? 18 april, dan is het zover. Hè? Zaterdagavond 18 april om 8 uur in de Baron in Delenswaard. Dan begint het gebeuren. En overdag hebben wij nog allerlei activiteiten met andere onderdelen van Jubal. Er is 's middags een muziekmarkt. Er is een samenspel, ensembles. Dus we zijn de hele dag zijn we in de Baron actief. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Dus als algemeen voorzitter kan ik dit natuurlijk alleen maar toejuichen. En Henk Beens is nu in een kamer hiernaast. Die is hier al met eerste lessen begonnen. Want mensen moeten wel genieten, dat staat bovenal. Maar ze moeten ook wel een beetje concurrentiestrijd hebben. Net zoals de echte maestro, hè? Ja. Dus, maar ze mogen wij niet noemen, want daarom zijn er bij ons de beste dirigent. Die kant, wat ik net over, die wil een voorbereiding hebben. Want als je dit doet... kan de muzikant niet op reageren, die moet ademen. Dus dan heb je altijd een voorbereide beweging. En die voorbereiding is altijd omhoog. Dus die gaat, je hebt hier de stok zo en dan bam. En dan heb je hier straks een tikpunt. Heb je was eerder voor een orkest gestaan, ja? Nee, nog nooit. Ik heb er nooit van wat meer gedaan met een orkest. Zangorkest, maar nooit voorgestaan. Nee. Dat was een uitdaging. Niemand van jullie? Nee, meestal liep ik in de Polonaise natuurlijk mee. Hè? Dus, of bij André Rieu, maar nee, ik heb het zelf nooit gedaan. Nee. De dominee ook niet? Ja, wel voor een menigte mensen. Maar. Ja, maar dat is wat anders dan een orkest. Ik hoop dat ze allemaal hun eigen ritme aanhouden. Dat zou wel mooi wezen. Volgens mij gaat dat wel goed komen, Thijs, of niet? Ja, zeker. We gaan ervoor. Dat snap je natuurlijk wel. Hè? De uitdaging is mooi, maar goed, we zullen het zien hoe het gaat. Ik denk dat het wel goed komt. We maken er een mooi feestje van. En voor de klas staan is net even anders als voor een orkest. Dat denk ik wel, ja. Ja, ik ben heel benieuwd of het gaat lukken zo. Ik ben heel benieuwd. Ik wens jullie heel veel succes. Ja, dankjewel.